Goed, allereerst wil ik graag het bestuur van KSU en Jan-Willem in het bijzonder hartelijk danken voor de uitnodiging om hier vanavond in debat te mogen gaan met Herman Philipsen over de vraag of er goede argumenten zijn voor het bestaan van God. Nu, ik denk inderdaad dat er uitstekende argumenten zijn voor het bestaan van God. Voordat ik die argumenten geef, wil ik echter eerst een paar voorafgaande opmerkingen maken. Want er zijn toch vaak heel veel misverstanden als het gaat om Gods argumenten. In de eerste plaats praat ik over argumenten en niet over bewijzen. En we kunnen het bestaan van God niet bewijzen. Bewijzen doen we in de wiskunde, maar niet in de filosofie. We geven argumenten, we kunnen laten zien dat het bestaan van God alleszins redelijk is. Sterker nog, ik zou willen zeggen dat theïsme, de bewering dat God bestaat, de meest redelijke positie is. Maar meer dan dat kunnen wij niet doen. Dus we gaan argumenteren voor de redelijkheid van het geloof in God. En ik denk dat het van belang is om aan die argumenten aandacht te geven, juist in onze tijd. En door die argumenten voor het voetlicht te brengen, kunnen namelijk allerlei intellectuele barrières, psychologische barrières tegen geloof in God worden weggenomen. Of wordt althans een bijdrage geleverd aan het ontstaan van een klimaat waarin Gods geloof weer serieus genomen wordt, weer als een redelijke optie wordt gezien. En ik denk dat dat in onze tijd van groot belang is, vooral in het sterk geseculariseerde West-Europa. Nu waren aan het begin van de vorige eeuw veel filosofen van mening dat de in die tijd 18e eeuwse filosofen David Hume en Immanuel Kant eigenlijk grotendeels hadden afgerekend met de argumenten voor het bestaan van God. Alleen ik zou willen zeggen, in onze tijd is de situatie radicaal anders. In de eerste plaats zijn de klassieke argumenten voor het bestaan van God sterk verbeterd. Is de kritiek van Hume, Kant en ook Russell in hun tijd grotendeels weerlegd. En zijn er ook inderdaad een aantal nieuwe argumenten bijgekomen. En het aardige is nu dat deze nieuwe argumenten gebruik maken van moderne ontwikkelingen in de logica en in de wetenschap, in de natuurkunde onder andere. En dus deze nieuwe argumenten maken gebruik van inzichten uit de wetenschap. Dus de gedachte dat geloof en wetenschap met elkaar in conflict zouden zijn, is dan ook eigenlijk niets meer dan een moderne mythe. Integendeel, en de argumenten die ik vanavond ga presenteren, die maken inderdaad ook gebruik van deze moderne inzichten. Nu, als ik inderdaad moet gaan argumenteren voor het bestaan van God, dan zal ik inderdaad eerst, zoals Herman terecht opmerkt, een definitie moeten geven. Ik zal moeten definiëren wat ik onder God versta. Ik hanteer de volgende definitie. God definiëren we als een zelfbewust wezen dat geldt als de eerste oorzaak van de werkelijkheid. En de gedachte is dat er een wezen is dat zelfbewust is, in staat is tot kennis, in staat is tot ervaring, in staat is tot wil, tot handelen. En dat wezen is de eerste oorzaak van de werkelijkheid. Het wezen is zelf onveroorzaakt en het is de directe of indirecte oorzaak van al het andere. Nou, je kunt onmiddellijk inzien dat als je zo'n wezen als volgt definieert, dat er ook maar één eerste oorzaak kan zijn. Zouden er twee eerste oorzaken zijn, dan zou de ene eerste oorzaak de andere moeten veroorzaken. En de andere eerste oorzaak zou de ene moeten veroorzaken. En dan krijgen we een causale cirkel. Dat levert een logische tegenspraak op. Dus hier volgt automatisch uit, als er een eerste oorzaak bestaat, dan is deze ook uniek. Dus daarvoor argumenteer ik. Moet ik dan nu gelijk een keus maken voor een van die tienduizenden goden? Geenszins. Dat is niet de dialectische situatie. De dialectische situatie is heel anders. Eigenlijk gaat het om, globaal genomen, om een drieslag. Kijk, die eerste oorzaak van de werkelijkheid kan ofwel materie zijn. In dat geval hebben de materialisten gelijk. Een materiële eerste oorzaak. Ze zou informatie kunnen zijn. Dan hebben de platonisten gelijk. Dan is de eerste oorzaak informatie. Of ze zou een bewustzijn kunnen zijn. Consciousness, een bewustzijn, een mind. En dan hebben de theïsten gelijk. Dus het kerncontrast is. Is de arche, is de grond van de wereld materie, informatie of geest? Theïsten geloven, zoals ik, dat de eerste oorzaak van de werkelijkheid een geest is, een bewustzijn. Vervolgens zul je dan, als je daarvoor geargumenteerd hebt, de vervolgvraag kunnen zeggen, maar wie is deze God dan? Wie is dit bewustzijn dan? Zou het gaan om de God van het christendom? Zou het kunnen gaan om een God van een andere traditie? Maar dat is een vervolgvraag. Vandaag staat die vraag niet aan de orde. De kernvraag van vanavond is de eerste oorzaak van de wereld een geest, bewustzijn, of is zij informatie of materie? En ik denk dat er hele goede argumenten zijn voor de bewering dat de grond van de werkelijkheid een zelfbewust wezen is.
Dat even als een aantal voorafgaande opmerkingen. Goed, de argumenten. Ik ga 3 argumenten geven. Het is eigenlijk maar een hele kleine greep uit een vrij omvangrijke en nog altijd groeiende casus voor het bestaan van God. 3 argumenten. Het eerste argument wat ik geef is het kosmologisch argument. Het kosmologisch argument. Het bestaat uit 2 premissen en 1 conclusie. De eerste premisse luidt: alles wat begint te bestaan heeft een oorzaak voor zijn of haar ontstaan. Alles wat ontstaat, alles wat tot aanzijn komt, heeft een ontstaansoorzaak. Dat is de eerste premisse. Lijkt alleszins redelijk. Korte motivatie. De fysica leert dat zo'n 13,8 miljard jaar geleden het universum inderdaad is begonnen te bestaan. Dus we kunnen in feite op grond van de fysica deze premisse al rechtvaardigen. En het aardige is dat alle hedendaagse couranten alternatieve theorieën voor de Big Bang theorie, zoals background fluctuation modellen, streng theoretische modellen, zelfs cyclische modellen, dat al deze alternatieve modellen in feite ook een absoluut begin van de kosmos impliceren. Vandaar dat de beroemde kosmoloog Alexander Vilenkin ooit heeft gezegd: there is no escape. Cosmologists have to face an absolute beginning. Dus er is uitstekende confirmatie, zou je kunnen zeggen, voor de bewering dat alles wat begint te bestaan een ontstaansoorzaak moet hebben. De tweede premisse luidt: Ik heb nu het argument gegeven voor de tweede premisse. Excuus. Het universum is begonnen te bestaan. Ik heb de motivatie gegeven voor de tweede premisse. Namelijk dat het universum is begonnen te bestaan. Ja, klopt. Die heb ik beargumenteerd. Die eerste premisse, alles wat begint te bestaan, heeft een ontstaansoorzaak. Daar moet je natuurlijk een andere motivatie voor geven. Je zou kunnen zeggen, kijk, het is alleszins redelijk om te denken dat als iets begint te bestaan, het inderdaad een ontstaansoorzaak heeft. Dat is eigenlijk iets wat wordt geïmpliceerd door al ons dagelijks spraakgebruik. En het wordt ook geïmpliceerd door al ons wetenschappelijk spreken. Als jij 's avonds uit het raam kijkt en je ziet daar ineens een fiets liggen die er 's ochtends niet lag, dan zou je kunnen zeggen, goh, ja, er ligt daar nu ineens een fiets en die lag er vanochtend niet. Nou, misschien is die fiets zomaar spontaan, zomaar ineens, zonder enige reden, zonder enige oorzaak, voortgekomen uit het niets. Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar dat is gewoon niet redelijk. Als je daar een fiets ziet liggen die er eerst niet lag, is het veel redelijker om te zeggen, er is waarschijnlijk een of andere oorzaak voor het zich daar nu bevinden van een fiets. Inderdaad, als iets begint te bestaan, heeft het redelijkerwijs een ontstaansoorzaak. En filosofen zeggen dan, met een Latijns begrip, ex nihilo nihil fit. Uit niets kan niets ontstaan. Inderdaad, ga maar na, indien niets, dan geen objecten, geen eigenschappen, geen relaties, zelfs geen potentie om iets te laten ontstaan. Indien niets, ja, dan is het onmogelijk dat er uit niets iets zou kunnen ontstaan. Ex nihilo nihil fit. Vandaar dat we kunnen zeggen, inderdaad, als iets begint te bestaan, dan moet er een ontstaansoorzaak zijn. Dat is de onderbouwing van beide premissen. Wat volgt er nu logisch uit deze 2 premissen? Nou, logisch volgt uiteraard, het universum is begonnen te bestaan. Als iets begint te bestaan, moet er een ontstaansoorzaak zijn. Dus er moet een ontstaansoorzaak zijn van de kosmos. Dat volgt logisch. We hebben dus nu een ontstaansoorzaak van de kosmos. Nu is de kosmos het geheel van alle ruimte, alle tijd en alle materie. Dus de ontstaansoorzaak van de kosmos is daarmee de ontstaansoorzaak van alle ruimte, van alle tijd en van alle materie. Nu veroorzaakt niets zichzelf. En zelfs Nietzsche acht een zelfveroorzaking, een causa sui, een afgrond voor het denken. Niets veroorzaakt zichzelf. Dus de ontstaansoorzaak van alle ruimte, alle tijd en alle materie moet zelf buiten de ruimte zijn, buiten de tijd zijn en immaterieel zijn. En ze is immers de oorzaak van alle materie en dus zelf immaterieel. Ze is de oorzaak van alle tijd en dus zelf atemporeel, buiten de tijd. En ze is de oorzaak van alle ruimte en dus aruimtelijk, buiten de ruimte. We krijgen dus een immateriële, buitenruimtelijke, buitentijdelijke oorzaak van de kosmos. Nu, wat zijn nu redelijkerwijs de 2 opties
voor een dergelijke entiteit? 2000 jaar denkgeschiedenis in de filosofie heeft redelijkerwijs twee opties opgeleverd voor zo'n entiteit. Ofwel abstracte objecten. Sommige filosofen geloven dat getallen bestaan. Platonisten geloven dat getallen werkelijk bestaan. En als getallen bestaan, ja, dan bestaan ze buiten ruimte, buiten tijd en dan zijn ze immaterieel. Dus optie 1, abstracte objecten. Optie 2, een immaterial mind. Een lichaamsloze geest. Dat is redelijkerwijs een tweede optie. Nu, abstracte objecten, getallen, veroorzaken niks. Het getal 2 bijvoorbeeld, als het zou bestaan, is kausaal inert. Kan niets veroorzaken. Maar er blijft er redelijkerwijs maar één optie over. Namelijk een immaterial mind. Een transcendent bewustzijn. Een transcendent bewustzijn. Dat geldt als de grond en oorsprong van de kosmos. En dan hebben we dus inderdaad een argument gekregen voor de bewering dat de grond van de werkelijkheid, de grond van de wereld, geen materie is, geen informatie is, maar inderdaad een bewustzijn, een bewust wezen. En zo'n wezen mag je met recht God noemen. Dat is het eerste argument, het kosmologische argument. Sorry voor de verwarring. Vaak als je een argument wat vaker geeft, dan slipt er wel eens een foutje doorheen, Herman. Excuus daarvoor. Maar ik denk dat de argumentatie helder is, hè? Twee premissen, één conclusie. Oké. Het tweede argument. Het tweede argument. Het fine-tuning argument. In de natuurkunde ontwikkelen wij modellen van de kosmos. Iedereen die zich met natuurkunde bezighoudt, die weet dat. We ontwikkelen mathematische of wiskundige modellen. Complexe mathematische vergelijkingen waarmee we eigenlijk een beschrijving geven van de kosmos. Nou, in die complexe mathematische modellen, in die hele complexe mathematische vergelijkingen, komen allerlei constanten voor. Constanten, dat zijn getalletjes die je als het ware van buitenaf moet invullen. Die getalletjes kun je niet berekenen, die moet je meten door waarneming te doen aan de natuur. En die getalletjes, die constanten, die vul je dan in de vergelijkingen. En dan reken je die vergelijkingen door. En dan krijg je een keurige beschrijving van de wereld zoals we die waarnemen. Nou, die getalletjes worden natuurconstanten genoemd. Bekende voorbeelden zijn de gravitatieconstante, de elektromagnetische constante, de sterke kernkracht, de zwakke kernkracht. Al deze getalletjes moeten wij in de vergelijkingen invullen. Het aardige is nu dat een aantal tientallen jaren geleden er een ontdekking is gedaan binnen de fysica. Let op, deze ontdekking is gedaan binnen de fysica. Men is eens aan die getalletjes gaan draaien. Men ging voor de aardigheid eens een van die getalletjes een iets hogere waarde geven. Een iets hogere gravitatieconstante. Of een iets lagere kernkracht. Men ging een beetje aan die getalletjes draaien. En men ging eens kijken wat voor een universum er dan ontstaan zou zijn. Begrijp je dat? Je kunt het model namelijk opnieuw doorrekenen. En wat blijkt nu? Als we één van deze getalletjes, één van deze natuurconstanten, een iets andere waarde geven, en dan praat je over krankzinnig kleine afwijkingen, 1 staat tot 10 tot de macht 10 tot de macht 10 bijvoorbeeld, krankzinnig kleine wijzigingen, en je gaat doorrekenen wat voor een universum er dan ontstaan zou zijn, dan blijkt dat er een universum ontstaan zou zijn dat niet geschikt is voor leven. Ofwel het universum zou in enkele nanoseconden ingestort zijn, of het universum zou weliswaar een langere levensduur gehad hebben, maar er zou geen materie ontstaan zijn. Of er zou weliswaar een langere levensduur zijn en sprake zijn van materie, maar die materie zou dan instabiel zijn en geen proces van natuurlijke evolutie op gang kunnen brengen. Kortom, verander 1 van die getalletjes, een klein beetje, en er zou geen universum ontstaan zijn dat geschikt is voor leven. We are living on a razor's edge. Dat is een extreem saliant verschijnsel. Buitengewoon interessant verschijnsel. Men spreekt over de fine-tuning. Dit is zo'n interessant verschijnsel dat het om een verklaring vraagt. Hoe kunnen we deze fine-tuning van de kosmos verklaren? Nou, filosofen hebben globaal 4 opties ingebracht. Optie 1, toeval. Ja, het kan toch gewoon toeval zijn? Ja, die getalletjes hebben nou eenmaal een bepaalde waarde. Prima, die waarde hebben we gemeten. Die beschrijven onze wereld, wij leven. Ja, als je 1 van die getalletjes een beetje verandert, dan heb je een kosmos waarin geen leven mogelijk is. Nou, we are just lucky. Echter, als je nagaat hoe extreem klein de kans is
dat we in een levensvatbaar universum zou ontstaan, dan is het gewoon niet redelijk om uit te gaan van toeval. Om je een voorbeeld te geven, stel dat je op YouTube een filmpje ziet van iemand die op de middenstip staat in een gigantisch stadion. En stel je voor dat die persoon aan het hele stadion vraagt: beste mensen, ik wil jullie nu allemaal vragen, schrijf een getal op tussen de 1 en de miljoen op een briefje. En stel je voor dat die persoon aan het hele stadion vraagt: beste mensen, laat nu allemaal je briefje zien. En stel je voor dat het hele stadion in koor het getal laat zien 18.012,161629. Dan kan je zeggen, ja. Kan toch toeval zijn? Ga jij maar eens bewijzen dat het geen toeval is. Echter, als je zo'n filmpje ziet als redelijk subject, dan is het absoluut niet redelijk meer om te zeggen dat is toeval. Het is veel redelijker om te zeggen, dat filmpje is waarschijnlijk in scène gezet. Inderdaad, dat is de meest redelijke reactie. Dus toeval valt af. Een andere optie is noodzakelijkheid. Ja. Die getallen zouden toch noodzakelijk zo die waarde kunnen hebben? Het zou toch noodzakelijk waar kunnen zijn dat die getallen die waarde hebben? Echter, noodzakelijkheid valt ook af. Want de fysica leert ons gewoon dat die getalletjes hele andere waarden gehad zouden kunnen hebben. Verander één getalletje en je krijgt gewoon een coherent model. Je krijgt gewoon een keurig model dat je kunt doorrekenen. Dus noodzakelijkheid valt ook af. De derde optie is het multiversum. Misschien bestaat er geen één heelal. Misschien bestaan er wel miljarden en miljarden en miljarden universa. Met allemaal hun eigen getalletjes. Stel je voor, hè? In dat geval is er heus wel ergens één heelal waar de getalletjes inderdaad levensvatbaar zijn. Dus een multiversum zou een verklaring kunnen zijn. Echter, aan deze verklaring hoef ik vanavond geen woorden te besteden, omdat Herman Philipsen zelf al heeft aangegeven, 1,5 jaar geleden of 2 jaar geleden, tijdens een conferentie aan de VU, dat Herman Philipsen de multiversumoptie afwijst. Maar ik vind hem beter dan de theïstische optie. Oké. Maar we kunnen in het debat daar nog op ingaan. Maar ik kan in het debat daar nog op ingaan. Maar de multiversumhypothese heeft ook zeer, zeer grote problemen, die ook zelfs mijn opponent ziet. Maar als er geen sprake is van toeval, als er redelijkerwijs geen sprake is van noodzakelijkheid, en als er redelijkerwijs geen sprake is van een multiversum, dan blijft er eigenlijk nog maar één redelijke optie over. Dus hebben die waarden, omdat die waarden gewild zijn, opdat er leven zou zijn. Maar dat verwijst naar een intentionele wilsact. Een intentionele wilsact, een wilsact van een bewustzijn die deze getalletjes gewild heeft. En dat verwijst naar een transcendent bewustzijn dat geldt als de grond en de oorsprong van de kosmos. En daarmee hebben we opnieuw een argument voor het bestaan van God. Ik had nog een derde argument in gedachten, maar ik denk dat ik bijna door de tijd heen ben. Of heb ik nog een minuut? 1 minuut. Oké, 1 minuut. Mijn modaal epistemisch argument in 1 minuut. 2 premissen, 1 conclusie. Premisse 1. Als iets mogelijk waar is, is het kenbaar. En de gedachte is, de werkelijkheid is intelligibel. Als iets mogelijk waar is, is het kenbaar. Premisse 2. Het is onmogelijk om te weten dat God niet bestaat. Ga maar na, alle kenbronnen falen. Je kunt niet weten dat God niet bestaat. Nou, daar volgt logisch uit dat God moet bestaan. Want zou die niet bestaan, dan zou dat mogelijk zijn en dus kenbaar zijn, maar het was niet kenbaar. Dus hier volgt logisch uit, God bestaat. Heel aardig argument. Je kunt zeggen, ja, maar dan draai ik hem om. Ja, maar je kunt toch ook niet weten dat God bestaat? Jawel, je kunt wel weten dat God bestaat. Het is namelijk mogelijk dat als God bestaat, God zelf het weet. Dat is niet onmogelijk. Dus de omkering werkt niet. Het is mogelijk om te weten dat God bestaat. Want als we een mogelijke wereld nemen met God, dan is er tenminste iemand die het weet, God zelf. Dus de omkering werkt niet. Nou, er zullen ongetwijfeld nog een aantal bezwaren worden ingebracht tegen dit argument door Herman. En dan kunnen we in de discussie die bezwaren verder doorlopen. Ik dank jullie voor jullie aandacht.